Kom op. Nee! Wat? Zo, oké. There we go. Hallo en welkom weer in een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je kan horen is mijn stem nog steeds niet helemaal lekker. Maar we zitten weer in hardcore survival. Zoals jullie nog wel weten van de vorige aflevering waren we in dit vallei, deze vallei beland. Ja. Ik heb nog geen tijd gehad om naar jullie comments te kijken. Überhaupt, de video staat nog niet online. Dus dat is een beetje lastig. Maar... ik heb zoiets van... Het is niet erg. Ik ga nu voor nu gewoon even lekker verder. En dan kijken we volgende keer naar wat voor huis we gaan bouwen. Er zijn genoeg andere dingen die we kunnen doen. Zoals ons eerste setje iron gear maken. We hebben toch best wel wat iron. Dus is dat zeker geen... Oh, kut. Ik had natuurlijk al heel veel iron. Nee. Oké. Nou ja. Dat was een waste van iron. Ik was vergeten dat ik al heel veel iron gear had. Maar wat we wel nodig hebben is een shield. Dat is wel iets wat we echt nodig hebben. Zo. En een extra shovel. En een axe. Lijkt me ook wel handig. Zo, shovel en een axe. Prima. Oké. Nou ja, die iron gear is op zich niet heel erg dat we die nu dubbel hebben. Want de kans dat we die nog wel een keer moeten gaan maken is aanwezig. Dus op zich, het is niet het ergste van de wereld. Het was alleen gewoon een beetje een waste of mijn iron die ik nu heb. Maar goed. Ik wil heel even een klein stukje verder met het vlak maken van deze plek. Zodat we volgende keer kunnen gaan focussen op... Oh, wacht. Ik moet trouwens ook nog even een bucket maken. Daar gaat al mijn iron. iron. There you go. Okay. Want dan kunnen we straks gelijk beginnen met een farmpie maken. Dat is op zich ook wel handig. Het ding is, ik durf niet zo goed naar achter te lopen. Omdat ik bang ben dat ik naar beneden ga vallen. In een gat. Ik heb geen trauma's, waar heb je het over? Minecraft trauma's. Ah, prima. We kunnen wel alvast een... Wacht, ik heb niet zo heel veel hout. Laten we even wat hout hakken. We hebben echt heel weinig hout om ons heen trouwens. Hey, dan moeten we heel even een stukje terug, zodat we... Oh, wacht, dan neem ik wel even mijn bed mee. Of hebben we nog wol? Nee, hoor. Neem ik even mijn bed mee en dan kunnen we slapen. Maar, hoe heet het? Ik wil even wat hout gebruiken, zodat we onze eerste diertjes mee kunnen nemen. Want ik zie dat we wel in ieder geval een aantal schapen om ons heen hebben. Dus die kunnen we wel lekker meenemen naar... Trouwens, er zijn ook koeien. Oh, vorige keer waren het echt heel weinig dieren om ons heen, maar... Zo te zien begint dat wel iets beter te gaan. Dus dat is top. Oké. Maar ja, om dat te kunnen doen heb ik dus hout nodig. Dus ik wil even wat oakboompjes hakken. En dan kunnen we ook gelijk ergens een beetje een houtvormpje maken of zo. Of in ieder geval een beetje een forest aanleggen. Want we hebben heel weinig hout om ons heen. En ik heb ook geen saplings meegenomen. Ik heb alleen natuurlijk spruce saplings meegenomen. Dus ik heb helemaal geen andere hout soorten. Dus ja. Schap. Even kijken. Water. Ik loop wel daarin. Is dat het dichtstbijzijnde water? Ja, dat zien we. Oké, we moeten wel een beetje voorzichtig naar beneden, zodat we niet naar beneden dieven. Hé, wat iron. Kijk.
Oppervlakte iron, al dat goed. Neem me gelijk even mee. Iron komt altijd van pas. Vooral zo. Vooral als je nog geen. Niet genoeg diamonds en zo hebt. Volgens mij is het letterlijk één water source, of niet? Ja. Prima. Kijk, deze iron kunnen we wel meenemen. Don't mind if I do. Dit is wel in een cave, maar het valt allemaal wel mee. Zo. Er zitten hier ook nog geen monsters in het begin van deze cave. Prima. Neem ik ook even wat kool mee. Gewoon wat kan. Ah ja. Dit is, gaat zeker wel een cave zijn die we lekker kunnen gaan ontdekken. Ik had eigenlijk nog even een extra bucket moeten maken. Zodat ik gelijk een infinite water source kon maken bij mijn huis. Want dan hoef ik niet elke keer op en neer te lopen. Maar goed, dat doen we dan nog wel. Ik ga nu in ieder geval even omhoog, want dan kunnen we even kijken of er wat saplings gedropt zijn bij die bomen die we hebben omgehakt. Ik denk het wel. Zal wel toch. Als ik nog... Ah, daar is het. Ik wou zeggen als ik nog weet waar het was, maar ik zie daar op de map een heel mooi hoopje rode puntjes. Dus dat zegt al genoeg. Laat ook zeker nog even achter in de comments wat... Ja, wat voor dingen we moeten gaan bouwen in deze survival serie. Suggesties zijn altijd welkom. Ja, ik wil dus daarbovenop wil ik een soort platform gaan maken waar ik mijn diertjes ga houden. Dat lijkt me wel leuk. Dat we een soort lagen systeem gaan maken. En dan kunnen we bijvoorbeeld daar zo boven onze... hoe noem je dat? Onze boompjes gaan planten bijvoorbeeld. Of een farmpje aanleggen of zo. Ja, dat lijkt me wel leuk. Weet je wat het ding is? Het is nu... Ik denk nu, oh, leuk idee. En dan nu nog kijken of het ook in uitwerking leuk gaat zijn, zeg maar. Dit vind ik wel een beetje een ongemakkelijk iets. Ik ga daar sowieso een keer invallen, dus oké. Okay. Oké. Okay, nou, dan kan ik deze weer terugplaatsen. Hoe zit het met hekken? Hoeveel kunnen we er maken? Niet heel veel. Heb ik weed? Ja, ik heb weed om schaapjes en zo te lokken. Dat is top. Zo. Oké, we moeten niet alles gebruiken. Kut. Ik zeg nog niet alles gebruiken. Jezus. Wat ben ik disappointed in mezelf. Mijn god. Oké. Okay. Dan kunnen we wel alvast een klein hokje maken. Oké. Okay. Dit is wel echt een heel klein hokje, maar goed. Voor nu is het op zich wel prima. 5. We kunnen het uiteindelijk nog wel leuk eruit komen laten te zien, maar... Oké, okay. Nou, dan hebben we in ieder geval 2 hokjes. Dus kunnen we in ieder geval... het handigste is om met schapen en koeien te beginnen, denk ik. Want het zijn wel de belangrijkste 2 dieren, dus... Oké, dan moet ik alleen even wachten tot mijn, hoe dat? Tot mijn boompjes gegroeid zijn. Of ik moet even een andere boom zoeken, dat kan ook wel.
Oh, wat we ook even kunnen doen ondertussen is een even wat iron in de oven doen. Zo. En dan doe ik even. Zo. Als we dan toch onderweg zijn, dan haal ik ook gelijk weer even een nieuw water bucket op. Dan kunnen we gelijk een infinite water source maken. Misschien is het wel leuk om een soort well te maken van die infinite water source. Dat het er ook nog een beetje leuk uit gaat zien. Krijg wel weer allemaal leuke ideeën van de nieuwe Minecraft-serie. Dus ik heb er wel echt heel veel zin in. Dus ik hoop jullie ook. Ja, weet je wat het ding is? Ik heb gewoon geen zin om deze boom om te hakken. Maar ik denk dat ik het toch maar ga doen. Het voordeel van deze. Hallo, stem. Can you work? Het voordeel van deze grote bomen is dat er gewoon. Ja, op zich. Nou, never mind. Er zit echt bijna weer geen hout in. Dat is wel een kutboom. Anyways. Hello. Oké, hier zit in ieder geval een aantal koeien. We kunnen die alvast een beetje meelokken, misschien zo. Maar ik ga eerst even wat water opzoeken. Zo. Water. 2 emmertjes water halen. Is het handig om te zingen met mijn stem? Nee. Oké. Als ze zin hebben om mee te gaan, natuurlijk. Oké, we hebben er 3 voor nu. Rustig lopen. Anders raak je ze kwijt. Oh, ik ben er al 1 kwijt. Oh, never mind. Ik moet wel opletten dat ik niet naar beneden ga vallen. Belangrijkste is als. Ik moet er in ieder geval 2 meekrijgen. Dat is het belangrijkste. Kijk, als er 3 zijn, prima. Des te eerder kunnen we er wat gaan slachten, maar. Minimaal 2, want dan kunnen we ze gaan fokken. Oh ja, en ik moet uitkijken dat ik niet die schapen ineens mee ga nemen, want dan zitten ze met 2 verschillende soorten in het hok. En dat is niet de bedoeling. Kom maar. Eerlijk, ik heb lang niet koeien gehad die zo goed luisterden naar me. Ze lopen ook echt in een rijtje. What the fuck? Alright. Jullie mogen hierheen. Kut, nee, kom terug. Kom terug. Kom dan, gast. Kom op. Nee. Wat? Zo, oké. Okay. There we go. Hoppa. Onze eerste diertjes. Nice. Nou, laten we ook gelijk 2 schapies. Schapie, schapie. Oké. Schapie, schapie. Wie wil er met me mee? Oké. Wil jij ook mee? Ja, jullie willen allemaal mee. Zeker, zeker. Ik wil ze wel uiteindelijk iets meer ruimte geven, want ik vind het eigenlijk best wel zielig hoe weinig ruimte ze hebben, maar we moeten ergens beginnen. Kom maar. Gast.
Loop door, dank je. Zo. Thank you, thank you. Thank you for your service. Oké, we hebben schaapjes en koetjes. Dus dat is goed. Zo. We hebben een infinite water source. En we hebben boompies. Boompies. Nou, laten we gelijk even wat hommakken. Dat is wel een nadeel. Meestal woon ik wel naast like een bos of zo, waar best wel wat bomen zijn. Maar ik heb nu best wel gewoon een dode omgeving gekozen, zeg maar. Maar goed. We gaan gewoon ons eigen bos creëren. Ik bedoel, het lijkt me best wel grappig om bijvoorbeeld hierboven gewoon allemaal bomen te gaan planten. Of hier of zo. Gewoon allemaal verschillende bomen bij elkaar. Dus oak, birch. Vooral dark oak. Misschien een paar spruce bomen. Dat lijkt me wel grappig. Nou, moeten we in ieder geval wel wat saplings gaan verzamelen. Maar dat komt vast goed met deze pompies. Oké. Okay. Laat ik de rest even rustig aan een beetje uitrazen, zeg maar. Oké. Okay. Dirt mag hier wel. Zo. Ik heb nu al het gevoel dat ik meer ruimte nodig heb. Kijk, die ene, dat ene schaap daar staan dan. Lol. Okay. Op zich is, kan dit wel een mooie plek worden om misschien een farmpje te maken. Als we hier iets meer ruimte maken. Misschien dat we een keer een organische farm maken. Dat is misschien ook wel leuk. Want ik maak altijd gewoon die meest efficiënte farm, zeg maar. Maar als we bijvoorbeeld gewoon hier een beetje de vorm van de berg volgen. Oké, wacht. Dat is misschien wel leuk. Okay. Moeten we ook even een home maken. Ik heb ook gewoon geen, like, steen. Hoe ver gaat eigenlijk dit door? Like, is het een heel gangensysteem of? Ah, creeper. Gezellig. Gewoon, het gaat naar een gang waar één creeper staat. Dat is wel grappig. Oké, okay, anyways. Okay. Trouwens, ik had. Nou ja, anyways. Ik had natuurlijk een golden hoe. Als we dan hier zo bijvoorbeeld water doen. Zo. Dit is niet echt de beste plek. Wacht even. Misschien hier. Dan kan je een beetje zo. Oh. Oh, ik moet zo even slapen. Zie je, dan volg je een beetje de vorm van de berg. Dat heeft misschien wel wat. Oké. Okay. Eerst even slapen. Even kijken, hoeveel zaadjes heb ik? Het is ook een keer een andere manier om te farmen. Oké. Okay. we kunnen nog wel... 8.
Dit is, wordt volgens mij ook nog nat. Of net niet meer. Ja, wel net. Nee, net niet. Jammer. Nou, oké, prima. Want we hebben natuurlijk ook nog potatoes en zo. Potatoes en worteltjes. En ik wil eigenlijk ook wel gelijk een paar pompoenen gaan planten. Zo. Oké. Okay. Prima. Wacht, als ik nou 1, 2, 3. Hier zo een paar pompoenen plant. En dan deze ook. Dan kan het zo hier opgroeien, zeg maar. Ja, dat is wel een goede, ja. Oké, okay, wortels. Oh, ik ben helemaal vergeten om een beetroot mee te nemen. Nou ja. Zo, oké, okay, prima. Dan is dit onze eerste farmpie. Hoe ziet het eruit op de map? En dan kan je zo een beetje door gaan trekken, zeg maar. Ja, dat kunnen we wel proberen of dat wat is. Ik ben gewoon ook wel in om nieuwe dingen te proberen in Minecraft. Dus we gaan gewoon wat leuke dingen uitproberen. Wat leuke nieuwe bouwtechnieken. Farmtechnieken schijnbaar. Dus ik hoop dat jullie dat ook wel exciting vinden. Ik heb er heel veel zin in. En dan hier nog een beetje zo. Yes. Want dan kan je bijvoorbeeld hier weer een bucket of water doen. En dan zo doortrekken, zeg maar. Kijk, wacht. We hebben niet zoveel zaadjes. Maar dat je bijvoorbeeld hier weer een bucket zet. Zo. En dan... Die je ook weer eventueel een beetje kan bedekken. Kijk, 1, 2, 3, 4... Zie je? Zo een beetje. Al kan die bucket of water beter. 1 misschien minimaal om naar voren. Want dan kunnen we deze ook nog meepakken. Ja, I like that. Oké. Okay. Oké, okay, leuk. Dat kan wel wat worden, denk ik. En dan kunnen we er eventueel nog een mooie rand omheen gaan doen of zo, weet je wel. Met steen of zo. Ik ben er nog niet over uit. Maar we hebben nu best wel wat meer dirt. Dus we kunnen even verder met dit een beetje op gaan vullen. Oké, ik ga gewoon beginnen op deze hoogte en dan komt het wel goed. Oh, ik zei ik wil beginnen op deze hoogte en dan ga ik vervolgens 1 hoger. Lekker man. En dan maak ik het daarna wel een beetje organisch, maar... We hebben sowieso nog niet genoeg om dit allemaal op te gaan vullen. Maar het begin is er. Voor het mooie zouden er eigenlijk ook wel torches onder moeten, zeg maar, en zo.
En dan kunnen we, oh, dan kunnen we daar, oh, dan kunnen we onze bomenfarm een beetje doortrekken, zomaar. Ik heb plannen, jongens. Niet normaal. Geen idee wat goede plannen zijn, maar het zijn plannen. Nu nog bedenken wat voor fucking huis ik wil bouwen, maar. Ah, kijk, op zich, als we dit nog iets vlakker maken allemaal, is dit best een mooi plekje om gewoon allemaal bomen te gaan planten. Is best wel leuk, denk ik. En ik ben de laatste tijd dus best wel bezig met allemaal paadjes in Minecraft. Dus dan kunnen we zo'n leuk paadje aanleggen met een trappetje en zo. En dan naar de beestjes en zo. Dat. I don't know. Ik denk dat het best wel leuk kan zijn om het hele dorpgevoel ja, bij elkaar te gaan doen. Ik ga weer even een paar boompjes plaatsen. Kunnen we er best een leuk dorpje van maken, denk ik. Dan heeft het ook wat meer dorppaadjes en zo. Kan je ook gewoon echt er echt een soort dorp van maken. Want in mijn andere survivals, dan. Het was wel een geheel qua bouwstijl en zo, maar. Er waren geen paadjes of dingetjes die het echt ja, het allemaal bij elkaar bracht of zo, weet je wel? En ik vind dat van die paadjes dat best wel goed kunnen doen. Dus we moeten ook een beetje andesite gaan verzamelen en mossy cobblestone en dat soort dingen. Maar goed, dat zijn allemaal prioriteiten voor later. Eerst bedenken wat de fuck voor huis ik ga bouwen, nogmaals. Oké, dit moet wel even afgemaakt worden, want. Oké, ik ga even naar boven, want daar kunnen we wel af wat vandaan halen nog. We hebben niet heel veel schep meer over, maar. Zodat we het in ieder geval een beetje vlak kunnen maken. En als het even kan, ook nog een klein beetje kunnen terraformen. Zodat het een beetje oké uitziet. Dan vind ik het prima. Wat ik trouwens net zag op de map. Is dat hier dus een pillager-toren zit. Wat ergens best wel eng is. Maar een pillager-toren kunnen ook van die allies inzitten. Dus dat is dan wel weer leuk. Oh, mijn schep is op. Dus dat is wel leuk als we. Daar wat mee kunnen gaan doen. Ja, dan moeten we dit ook een beetje gaan semi-terraformen. I mean, voor nu is het wel even prima. Het is een begin. Oké, we krijgen nu in ieder geval weer wat hout binnen, dus dat is ook top. Oh. Oh, wacht, we hebben natuurlijk weer zaadjes, dus die kunnen we even planten. Het nadeel van dit systeem is wel dat ik echt dat het allemaal door elkaar ligt. Maar daar kunnen we nog wel iets op verzinnen. Dat we bijvoorbeeld dat we elke verdieping een soort andere ding doen. Moet er wel heel veel geterraformd worden hoor, maar dat soort dingen zijn misschien wel leuk. I mean, op zich kan dat wel als je het hier een beetje doortrekt. Kunnen we wel een aantal verdiepingen maken, denk ik. Allemaal ideetjes, jongens. Allemaal ideetjes, hè. Oh ja. Voor nu, vind ik het wel erg genoeg geweest voor deze aflevering. Ik ga mijn stem even rustig gunnen, zodat ik hopelijk volgende week weer gewoon normaal kan praten. Laat zeker in de comments even weten als jullie leuke ideetjes hebben om te gaan bouwen. Of jullie mijn concept, wat ik een beetje in gedachten heb, een beetje leuk vinden om te gaan doen. En ja, laat gewoon al je suggesties achter. En dan hoop ik dat jullie deze video toch weer leuk vonden. Laat dan zeker een like achter. Abonneer op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. En dan hoop ik jullie de volgende keer te zien bij een nieuwe video. Bye!